Ja, dit is al mijn vierde set die erin gaat. Dat is bijna elk jaar een nieuwe set, hè? Is een kortsluiting gekomen. Bij de accu kreeg ik heel veel vonken en op een gegeven moment ging het roken en de zekering is er meteen uitgeklapt. Dit is het verste wat hij erin kan. Tot hier. Hoi. Waarom moeten er altijd dingen tegen zitten? Waarom? If you don't hate police and everybody thinks you're... Een hele goede dag, dames en heren. Super leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. Er zijn deze week wel heel veel abonnees bijgekomen. Tenminste, veel voor mij doende. Dus voor alle nieuwkomers, welkom. Mijn naam is Mike. Ik upload elke zaterdag een nieuwe video om 12 uur. Leuk dat jullie kijken. En de video van vorige week, die is ook wel echt veel bekeken. Gewoon op dit moment al meer dan 16.000 weergaven. En de abonnees gaan ook wel lekker. We gaan snel naar de 1000 toe. En ik ga het nog heel eventjes hebben over de TikTok video van vorige week. Want dames en heren, moeten jullie ze eventjes meekijken. Dit is de TikTok van vorige week. En moet je eens zien. Het heeft de 1 miljoen aangetikt. Mijn video op TikTok is officieel 1 miljoen keer bekeken. Dat betekent gewoon bijna dat 1 op de 17 Nederlanders deze video gezien hebt. Dat is echt bizar als je je daarbij stilstaat. Maar goed, we gaan het nu niet hebben over TikTok. Vandaag staat er iets heel anders op de planning. En Fabienne gaat me daarbij helpen. Ja. Hallo. Hallo. Dames en heren, dit is mijn vriendin Fabienne. Wij zijn al iets langer dan 5 jaar bij elkaar. En zij gaat mij vandaag helpen om de hele audio in de micro te vervangen. We gaan de subwoofer gaan we weer terugbouwen. Daar ging ik bijna. Wij gaan de subwoofer weer terugbouwen. Die heb ik ooit een keer uitgehaald omdat de tulpkabel kapot is gegaan. En ik heb dus een nieuwe kabel gehaald. Maar ik heb ook nieuwe speakers gehaald. Ik heb tweeters gehaald wat er nog helemaal niet in zat. Kortom, we gaan alles vervangen. En voordat we dat gaan doen, ga ik je eerst de geluidskwaliteit laten horen dat nu in de auto zit. En ik kan je vertellen, dat is niet zo best. Laten we alles eens op nul zetten. De standaard settings. Nu gaan we weer harder zetten. Ja, naarmate die harder gaat, naarmate die slechter wordt. De tandjes, wat wil ik hier graag nieuwe boxjes in. Dus ja, dames en heren, jullie konden wel horen dat de audio moet worden vervangen. / geüpgrade in de micro. Dus dat gaan we vandaag doen. We gaan de subwoofer weer terugplaatsen en we gaan de speakers vervangen. We gaan beginnen eerst met de subwoofer. Het enige voordeel is, hier heeft al een subwoofer ingezeten, dus de kabels liggen er al. Behalve eentje, die is kapot gegaan en daarom is die er ook weer uitgehaald, de subwoofer. Maar die heb ik nieuw gehaald, dus dat is de enige die ik nog even van voor naar achter moet trekken. En wat is dat? De tulpkabel. Daar gaat de muziek van je radio naar je versterker toe en van je versterker naar je subwoofer. Hop, die gaat eraf. Ik zweer het, Jan Matti, ik zweer. Waarom werken deze dingen dan nooit meer? Hey! Kutplanken gaan er altijd maar op één manier in nog uit. Nou, dit zijn de kabels die ik al erin had liggen. De plus, de min en de remote. Deze drie heb ik al, maar dan missen we er natuurlijk nog één en dat is de tulpkabel. Dus dan ga ik die even van voor naar achter trekken. Zo, ik heb even snel de tulpkabel van voor naar achter getrokken. Dit is de nieuwe kabel. Hij zit hier achter bij de radio. En hij gaat onder mijn dashboard langs. Hier in het gootje. Door het gootje, onder de bank. En dan komt hij er hier weer uit. Dus dit is de nieuwe tulpkabel. En dan hebben we alle kabels compleet. Dus dan ga ik de planken weer inzetten. En dan kunnen de kabels terug omhoog. Omdat deze subwoofer best wel krachtig is voor zo'n klein accutje, heb ik hier een condensator. Je moet het zien als een soort van extra power source eigenlijk. Een soort van extra voedingsbron.
Dus als ik mijn geluid vol aanzet, dan wil het nog wel zijn dat al je lichten of je radio heel erg gaat dimmen. En dat hij het niet goed kan trekken. En met deze ertussen trekt hij het wel. Dus dan moeten we het ook even iets anders aansluiten, zoals we het bij jouw auto hebben gedaan. Want bij jouw auto gaat het van de accu in één keer naar de versterker. En nou moet het van de accu eerst naar deze en vanaf deze naar de versterker. Zodat hij eerst deze leeg trekt en daarna pas mijn accu. Hè? Ik had zat net zo te kutten, maar kijk hier, nou al kom er in één keer uit. En dan gaat hij weer terug, let op hè. Hè? Het zal wel. Je hebt gewoon weer, waarschijnlijk gewoon weer net lopen kuten voor niks. Oké, dames en heren, zoals ik al zei, een condensator moet iets anders worden aangesloten. In principe is het heel simpel. Deze gaat naar de accu. Dus in plaats van dat je van de accu in één keer naar je versterker gaat, ga je van je accu eerst naar de condensator. Dat zal deze zijn. Die komt dan op je condensator. En dan vanaf de condensator maak je een nieuwe kabel naar je versterker toe. Nou, dat doe je ook met de min. Deze, die komt hier vandaan. Die komt daarop te staan en dan trek je een nieuwe min naar de versterker toe. En dat geldt ook voor de remote. Die remote die komt hier tussenin. Dat is hier ook een kleine. En dan gaat het ook weer van de remote. Tenminste, van de radio gaat naar deze. Naar de condensator. En van de condensator gaat de remote kabel naar de versterker. Je hebt ook condensators zonder dit. Dat is alleen een plus en min. Die zijn voor extra erbij op deze condensator. Dat is niet voor de eerste, maar voor de tweede. Dus als je een condensator hebt zonder een remote aansluiting, dan is die als tweede condensator, zodat je die er nog tussen kan doen voor extra power. Maar dat hebben wij niet nodig. We hebben alles even door het kleedje en de plank gedaan, dus het ziet er eigenlijk weer heel netjes uit zo. Dan gaan we deze op de remote zetten. Deze staat nog niet op de accu aangesloten, dus nergens staat nog stroom op. Dat is ook wel heel belangrijk om te weten. Ja, doe dat altijd gewoon als laatst. En ja, de reden waarom ik heel die plank heb gemaakt zo is gewoon omdat ik echt niet van draad hou. Ik wil alles gewoon netjes weggewerkt hebben. En ja, het meeste is wel te zien dat het netjes weggewerkt is, maar sommige dingen ook niet. Die was iets slapper. Oeh. Zo. Dat is dan het begin. En dan hebben we hier de versterker en dan kunnen we deze pluk en play. En play inderdaad. Het ziet er allemaal misschien niet heel professioneel uit, maar het hoeft ook voor mij geen schoonheidsprijs te winnen. Hey, op donderdag. Als het werkt, werkt toch? Ja, daarom. Als mijn geluid dat komt, dat is het belangrijkste. Ja, joh. Je zei, godver. Zo. Oké, dat is het laatste. Nou, als dat zo helemaal aangesloten is, dan pakken we even de subwoofer. Zo. En dan zetten we deze zo hier aan de zijkant vast. Boven het gat zo. En dan denk ik dat we best wel een mooie setup hebben zo. Denk je niet? Ziet er goed uit. Ja, toch? Ja. Ja, dat vond ik ook wel. Kabeltjes redelijk netjes weggewerkt. En dan maar straks kijken of hij het ook doet. Oké, dames en heren, de subwoofer zit er eindelijk in. Moet je eens zien. Ja, dit ziet er heel netjes uit. Nou ga ik even het stroom erop zetten, want we willen natuurlijk wel even horen of hij het doet. Oké, dames en heren, er is dus echt net wat gebeurd en dat is niet zo goed. Ik heb per ongeluk, het moment dat ik de plus op de accu wou zetten, is een kortsluiting gekomen. Bij de accu kreeg ik heel veel vonken en op een gegeven moment ging het roken en de zekering is er meteen uitgeklapt. Nou, dat kan maar één ding betekenen en dat is dat de plus aarde raakt of dat de plus hem omgedraaid zat. Nou heb ik dus even gekeken en ik heb dus niet goed hierna gekeken. Ik dacht dat dit de plus was en dit de min. En ik heb dus niet goed gekeken. Het staat niet heel goed aangegeven.
Maar hier op het doorzichtige staat een min. En hier staat een plus. En nou ik hier op de camera kijk, hier kan je trouwens veel beter zien dan het echt. Dan zie je dat daar een plus staat. En daar een min. Nou, het is niet heel duidelijk aangegeven. Maar als ik het nu misschien een beetje inzoom, zie je het wel. En ik heb het verkeerd gelezen. Deze twee zaten net omgedraaid. Daardoor is de zekering hier aan de voorkant. Is de zekering hier aan de voorkant eruit geklapt. Dit is de zekering. Nou, zoals je kan zien is die heel goed doorbroken. Daarvoor is een zekering. Mocht je ooit kortsluiting maken, spring deze eruit en dan fikt niet heel je auto af. Deze heeft nou de verbinding verbroken van de plus die naar de min ging in plaats van de plus. Daarvoor heb je een zekering en daar ben ik heel blij mee. Maar ja, de winkels zijn nu dicht. We hebben wel een nieuwe zekering nodig. Dus die ga ik morgen even uit werk halen. En dan gaan we gelijk in Pernis de speakers en de tweeters doen, denk ik dan, toch? Ja, ik vind het goed. Het wordt nu ook al donker, dus je ziet gewoon niks meer. Nou, let's go naar Pernis. Hey! Zo, dames en heren. En we zijn weer in Pernis. Hier gaan we dus de speakers en de tweeters erin bouwen. Ja! Ik heb serieus iets van 10 autozaken gebeld om te vragen of ze een glaszekering hebben voor de subwoofer. En geen van allen had die. Dus heb ik de zekering er maar uitgehaald en dit houden we dus ook gewoon lekker van het contact. Dit gaan we niet vandaag aansluiten. Nou heb ik dus nog één automaterialenzaak gebeld. En die zat in Krimpen aan de IJs op de Stormpolder. Lekker dicht in de buurt. En die had er wel eentje liggen. Dus morgen kan ik dan alsnog de zekering erin doen om de subwoofer te testen. Maar ja, voor nu ga ik dan alleen even de speaker en de tweeter erin zetten. En dan gaan we kijken of we dat een beetje er mooi in krijgen. En dan binnen een knip van de vingers hebben we straks toch de zekering in handen. En kunnen we het alsnog allemaal uitproberen. Dus ja, laten we maar beginnen met stap 1. En dat is het deurpaneel eruit halen. Ik weet dat ik ook zo bij de speaker kan. Maar aangezien de speaker die ik nu heb groter is, zal ik nieuwe gaten moeten boren. En omdat ik een crossover hier achter het paneel moet schroeven, moet ik sowieso het hele paneel eruit halen. Heel simpel gezegd heb je twee soorten speakers. Component en coaxiaal. En coaxiaal, dat is dit. Waar de tweeter op de woofer zit. En component is gewoon een tweetertje en een woofer zonder een tweeter erin. Dus gescheiden. Maar omdat je het gescheiden hebt, moet het geluid dat vanaf de radio komt ook gescheiden worden. Dus de hogere klanken moeten naar de tweeter. En de lagere en de zwaardere bas die moet naar de woofer in de deur. Dus vandaar dat we een crossover hebben. En aangezien ik hier een coaxiaal speaker in heb en nu een component speaker heb en gescheiden moet worden, gaan we dus ook een crossover erin zetten. Maar goed, eerst de deurpaneel. Zo, we hebben het hele deurpaneel hebben we nou helemaal leeg. En nu gaan we het setje erin bouwen. Ik heb zelfs support hier op de achtergrond. Hey! Hey! Richard is ook gejoind. En dit setje gaan we erin zetten. En zoals ik al zei, gaat dat met een crossover. Alleen moet ik nog even zien waar ik die ga plaatsen. Want in mijn deur heb ik niet echt ruimte. Het hele paneel dat komt er tegenaan. En de enige uitsparing die ik heb is bij mijn speaker. Maar ja, die wordt natuurlijk gevuld door de speaker zelf. Ik kan hem ook niet tegen de achterwand doen, want dat is de wand van mijn deur. Want het is een en al koekblik. Dus ik denk zelfs dat ik deze aan de binnenkant moet stoppen en een draad extra moet trekken voor de tweeter. Ja, ik denk dat dat hem gaan worden. Ik denk dat we hem maar gewoon aan de binnenkant moeten doen en dan een draad naar buiten. Aangezien hij niet in de buitendeur kan, dan wordt het maar die optie. Voordat ik die crossover erin ga zetten, ga ik eerst kijken of de speaker past. Want deze is 3 centimeter groter als mijn andere. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Woe! Kapjes gaan we niet gebruiken. Zie, kijk. 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 Ik ben wel benieuwd. Dit is het verste wat ik erin kan. Tot hier. Hoi! Ja, misschien dat we toch maar een paar ringen nog nodig hebben om hem een beetje te verdikken. Toch? Ja, het zou wel passen, maar dat betekent wel dat ik dus uitsparingsringen nodig heb om hem ook echt goed te kunnen laten functioneren. Maar aangezien we de glaszekering ook morgen pas hebben,
kan ik nog in deze tijd proberen te kijken of ik op bol.com misschien dat het dan morgen binnen is om te bestellen of iets. En dan laat ik het gewoon op dit adres leveren. En dan hebben ze morgen hier binnen en dan kunnen we ze alsnog erin zetten. Wat we wel kunnen doen is voorbereidingen. En de tweeters. En de tweeters, want die gaan wel passen. Ik zweer het je, die gaan gewoon passen. Want ik zat eens met Fabienne te kijken. En we zijn er eigenlijk alle twee wel uit. Dat als deze hier zit. Dit zijn de tweeters. Kijk hoe schattig. Kijk hoe schattig. Super mini. En dit zijn de kapjes. Deze gaan dus hierin. En dan gaat de draad hierachter. Maar ik denk dat dit een hele mooie inbouwplaats is zo. Ik denk ook wel. Ja, en dan gaat de draad gaat dan hierachter. Kijk, zie je wat ik je zei? Eén kleine uitsparing. Gaat de draad naar beneden zo. Kunnen we naar binnen. En dan kunnen we deze crossover hier aan de binnenkant zetten. Ja. In plaats van dat we hem hierin zetten. En ook omdat ik niet weet of mijn deuren waterdicht zijn. Wie? Ja. Wie? Deze auto is sowieso niet waterdicht. Als ik nou, als ik mijn achterbank optil, ligt er een plas water onder, hè? Echt? Ja, man. Hij is niet waterdicht. Deze raam lekt en die andere ook. En deze en hier ook een beetje door dit, door ja, die dat. Ja, dat wist ik maar. Oei. Ja, ik heb iets met lekkende auto's. Zoals de Galant als de Micra. Oei. Water is niet te stoppen, jongen. Als ik die Avatar was, hè, dan komt gewoon al het water zo eruit. Maar dat is niet het geval, helaas. Zo, dames en heren, we zijn ondertussen alweer een half uurtje tot een uur verder. Maar we hebben bijna de hele voorbereiding klaar. Dit is voor de speakers. Deze aansluiting is voor de tweeters. En dan hebben we hier het kastje hangen. Deze twee die komen van mijn radio af. Dus dat is het geluid wat erin gaat. En dan wordt die verdeeld over deze rode kabel. Die gaat naar de speaker. En de andere witte, ja wat is het, doorzichtige kabel. Die gaat naar de tweeter. De tweeter kunnen we wel vast inzetten. Die gaat natuurlijk hier achter het kapje. Dus gaan we hier even een gat natuurlijk voor boren. En dan hier al moeten we ook een paar gaten in maken. Want ik ga twee van die gebruiken om schroefjes in te zetten. En de andere om de draadjes doorheen te doen. En dan gaan die uiteindelijk daar opkomen, is het idee. Een beetje zoals het bij mijn Galant zit. En dan probeer ik er ook ongeveer hetzelfde geluid uit te krijgen als mijn Galant. Ik denk dat dat sowieso niet gaat werken, maar I give it a shot. Oei. Deze gaat er dan zo doorheen. En dan kan deze erin, zie je? Oh ja. Oh, look how cute. Dat is dan de tweeter. En deze gaat dan gelijk daar door de deur. En dat is zwaai. Allemaal close bij elkaar. Maar dat kan net, denk ik. Kijk, dames en heren. Dit wordt hem zo. En ik heb hier nou aan de achterkant twee schroefjes er doorheen en een draad. De tweeter heb ik er nou ingeklikt. En dit is zoals we hem straks werkend gaan zien. Als deze dan hierin komt. Rijk hier al heb ik dan twee doppies. Dat stel ik mocht dit kapje eraf halen. Kan ik wel gewoon unpluggen. Maar het idee is dus dat hij dus zo erin komt. Kijk, ja, ziek hè? Alsof het gewoon uit de fabriek mooi zo komt. Dat heb ik wel voor goed gedaan. Zeg. Ja. Maar goed, ik ga nou even die tweeter terugzetten. Dan ga ik mijn deurpaneel weer terugzetten. En dan ga ik even aan de andere kant even alles sneller jaren doen. Oh, ik ben trouwens echt zo blij. Ik was vandaag nog even research aan het doen op internet. En ik kom op een forum tegen en ze zeiden, dit is heel belangrijk als je nieuwe tweeters, of in ieder geval je oude gaat vervangen. Dat je de eerste 10 uur je geluid niet vol uitzet, maar gewoon zachtjes aanzet. Net als een motor van een auto, scooter of weet ik veel wat. Als je iets nieuws erin zet, moet je altijd even een beetje inlopen. Nou, dat werkt dus ook met speakers. Speakers moeten ook een beetje flexibel worden, wat soepeler. Dus de eerste 10 uur moet je gewoon rustig aanzetten en daarna voluit. Misschien is dat ook de reden waarom de mijnen nooit zo lang meegaan. Want meestal als ik hem vervang, ga ik gelijk testen. Oh, doen deze het ook zo goed? En dan ga ik gewoon voluit. Ja, dit is al mijn vierde set die erin gaat. Dat is bijna elk jaar een nieuw set, hè? Ik wou zeggen in 5 jaar. Ja, in vijf jaar tijd is dit nou mijn vierde set. Ziek? Ja, want ik heb 2 keer die speakers gehad. Dat is van het merk Auna. En daarna heb ik Pioneers gehad. Die heb ik er nou uitgehaald. En nu komen er Hertz in. Hertz. Hertz.
Oh, dames en heren, ik ben zo blij. Moet je kijken. Oh my god. Hij is zo perfect. Alsof het van de fabriek vandaan komt. Dan even de rotzooi eventjes aan de kant leggen. Oké. Dit is het mooiste moment. Kijk, dames en heren. Kijk wat een perfect fit. Boom! Dat is gewoon de plek waar een tweeter hoort te zitten. Oh, dit is echt straks voor het optimale geluid. Oh, ik kan zo niet wachten tot ik gewoon de speakers kan testen. Holy shit. Ik ga maar snel aan de andere kant beginnen. Dames en heren, vergeet niet, als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even hier beneden. Geef even een like voor de moeite. Damn, hier ben ik echt blij mee. Ik hoop echt dat ik straks een soort geluid als in de geland kan creëren. Ziek, eindelijk tweeters. Ik heb ooit een keer, ik lieg niet, dit moet ik je echt wel een keer vertellen. Ik heb ooit een keer tweeters in deze auto gehad. Ja, misschien een beetje beun, maar ik heb die met duct tape toen in mijn auto geplakt. Hier in het hoekje. En toen heb ik gewoon met de kabel zo naar beneden. Toen heb ik met de kabel die van de radio kwam, die normaal aan deze speaker zat, heb ik gewoon geknipt. Heb ik er twee van gemaakt. Eentje naar een tweeter en die heb ik daar geduct tape. Maar dames en heren, dit is wel echt ziek hoor. Kijk hoe clean, hé. Oh, alsof het ervoor gemaakt is. Zo komen ze uit de fabriek, man. Oké, ik ga maar snel aan de andere kant beginnen. Lijp dit. Echt lijp. Zo, de tweede deur, die is ook eindelijk af. Tenminste, zover als dat er af is. Want we moeten nog steeds wachten op die speaker. Maar de tweeter zit erin. En schat, wil je even de deur dicht doen? Kijk dan. Nice. Uno. Dos. En dan morgen even wachten op de speakers en op de glaszekering. En dan kennen we de subwoofer, de tweeters en de nieuwe speakers uittesten. Dus ja, nou even wachten op de nieuwe spulletjes. Zo, dames en heren, nieuwe dag, nieuwe kansen. En ik heb nu nieuwe zekeringen. We hebben nieuwe glaszekeringen, gelijk een set van 4 stuks. En ik heb alles gecontroleerd, van voor naar achter. En als het goed is, staat alles nu op de plus, op de min en hoe het ook moet zitten. Dus ik ga nu de glaszekering. Ga ik er tussen doen. En dan hoop ik dat we deze keer geen geknetter en weet ik het allemaal krijgen. Even kijken. Hier hebben we de nieuwe zekering. Oké dan. De nieuwe zekering zit op zijn plek. En dan hoop ik dat als we hem op de plus zetten, dat we een vonk krijgen, maar dat hij niet blijft vonken. Oké, schat. 3, 2, 1. Dat was het. Oké, ik denk dat het goed zit, want het bleef nou niet vonken. De zekering zit er nog in. Er kwam een beetje rook vanaf. Maar dat is niet erg. In plaats van dat we nou een vonk kregen, hebben we een beetje rook gekregen. Maar dat is gewoon van de sluiting. Bij jou ging er niks branden, hè? Nee, dat klopt. Dat komt denk ik omdat het nog op het contact zit. Dus ik ga nu de plus erop zetten. Dan ga ik het contact aanzetten. En dan hopelijk gaat die bij jou wel branden deze keer. Oké, de plus zit erop. Dus dan ga ik de camera aan jou geven. En als het goed is, als ik nu het contact ga omdraaien, gaat hij aan. Hoop ik. Ja! Yeah. Hoorde je bloep? Ik hoorde piep. En ook de doem. Of dat niet? Ik weet niet opgelet. Oh, maar kijk eens. Hij doet het wel, hè? Mm-hmm. Lampjes branden. Nou, dames en heren, de subwoofer doet het nu. Het enige waar we nu alleen nog moeten op wachten, is de bezorger. Die zou tussen 3:10 en 5:10 het pakketje bezorgen. Het is nu 4:10. En dat zijn de ringen die in de deuren moeten. En dan kunnen we ons allerlaatste ding inbouwen. En dat zijn de speakers. En daarna kunnen we de hele set gaan testen. Kijken of de tweeters met de speakers, met de subwoofers het weer gaat doen. Zo, dames en heren. Hij is binnen hoor. Hij is zojuist bezorgd. En dit moet het dan zijn. Dit moeten de ringen zijn. Nou, dan gaan we deze even openmaken.
en hopen dat het de goede maat is. Als het goed is, kunnen deze daar wel gewoon in. Kijk, hey, als gegoten, hè? Of niet? Mm-hmm. Nou, dan gaan we deze even installeren en dan kunnen we de audio testen. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, mijn boordje is gebroken en ik heb geen nieuwe. Dus ik kan het niet afmaken. Het goede nieuws is, de eerste speaker zit erin. Het is een feit. Boah, kijk eens hoe die staat, hé. En vast dat die zit, zeg. Precies bij mijn laatste gat die ik moest boren, brak het boordje. En ja, nou heb ik er maar 3 erin. En dan is het voor mij morgen proberen af te maken voor de andere kant. Maar er zitten nou 2 tweeters in, 1 speaker en de subwoofer doet het. Dus ik denk dat het alsnog tijd is om ze wel even te testen. Want ik ben ook benieuwd naar de kwaliteit van de tweeters. Daar ben ik echt benieuwd naar. Zo, het is echt wel vers hoor, hé. Ja, dat ziet er mooi uit. Wat zeg jij ervan? Ik? Ja, jij. Ik vind het heel mooi. Ik ben benieuwd naar het geluid. Ja, ik ook. Gaan we die testen? Oh, oké. Ik kan de speakers sowieso niet vol uitzetten. Want dat is natuurlijk slecht voor de speaker, omdat ze net nieuw zijn. Maar dat betekent niet dat we de kwaliteit niet kunnen testen. Dus eventjes deze deur dicht doen. Oké, weet je wat? We gaan een liedje afspelen van Tom McDonald. Omdat hij geen copyright heeft. Hij heeft ook in zijn YouTube video's gezegd, je mag mijn nummers gebruiken, dit en dat. Hij is helemaal independent. Dus dan gaan we dat even doen. Jeetje, dat ben ik niet gewend. Die subwoofer staat wel hard. Ja, die subwoofer staat heel hard. Hij staat op 10, hè. Oké, wacht even. Extra power source eigenlijk. Een soort van extra voedingsbron. Dus als ik mijn geluid vol aanzet, dan wil het nog wel zijn dat al je lichten of je radio heel erg gaat dimmen. En dat hij het niet goed kan trekken. En met deze ertussen trekt hij het wel. Dus dan moeten we het ook even iets anders aansluiten zoals we het bij jouw auto hebben gedaan. Want bij jouw auto ging het van de accu in één keer naar de versterker. En nou moet het van de accu... Dat ben ik ook niet gewend hoor. Zo! Nou heb ik echt zin om die andere kant op te gaan, maar ik heb geen boordje. Oh, dit. Ik weet niet eens of ze dat horen. Ik heb geen idee. Maar ja, die andere speaker moet er eigenlijk in zitten, want nu hoor je echt alleen. Ja. Maar ik hoor hier ook al wat. Ja, echt lijp, hè? Ja. It's modern segregation, this is set of a civil war. Burn the circus down, cause the world is full of clowns. They're all stupid and they're wrong, making smiles on their mouths. I don't name who knows those homies, I can be around you. Anyone who knows me knows my feet don't fit in clown shoes. Hey, dit is echt lijp. Echt lijp, maar die andere speaker moet erin. Dan kan je het pas echt goed het verschil horen natuurlijk. Ja, klopt. Maar ja, ik denk dat we hier een penis hebben gedaan wat we konden doen. Maar ja, dan gaan we hier alles opruimen. En dan gaan we morgen, ga ik dan nog even filmen hoe het helemaal klinkt als alles erin zit. Maar ja, tot zover. Dit wat jullie aan deze kant zien, moet ik ook daarover herhalen. Dus zo bijzonder is dat niet. En dan morgen zit alles er gewoon in. En dan gaan we pas echt het geluid checken. Ja, echt heel lijp. Waarom moeten er altijd dingen tegen zitten? Waarom? Oké, dames en heren. Hier zijn we dan. De vierde dag. Maar alles is nu klaar. Zowel dit deurpaneel. Als dit deurpaneel. En ja, je zal wel denken, waarom zitten hier geen kapjes voor? Ik ben bezig om de originele Nissan Micra Super S deurwand speakerkapjes in handen te krijgen. En deze speakerkapjes van deze Hertz speakers, die zijn veel te groot. En die zijn ook echt niet mooi om eroverheen te doen. Dus ik doe even lekker
tijdelijk geen kapjes. Maar goed, we kunnen nu eindelijk het geluid gaan testen. Ja. En ik heb hem natuurlijk al eventjes gehoord, de speakers. Maar voor jou is het wel een, echt een eerste reactie. Ja. Want jij hebt ze nog niet gehoord. Jij komt net uit werk. Oké, we kunnen het geluid dus nu nog steeds niet vol uitzetten. Maar we gaan hem wel gewoon op een redelijk niveau uittesten. Dames en heren, we zijn nu van dit geluid gegaan naar dit geluid. Media dividing us by colors. Is dat wat helder, hè? Wauw, het geluid is heel helder. If you don't hate police, then everybody thinks you're white. Ik zeg je eerlijk, hè, ik heb die bas nog zachter gezet, hè. Oh my god. Oké, nou heb ik die bas even wat, nog iets zachter gezet. Maar het is wel helder, hè? Ja, het is heel helder. En dit komt wel dicht bij mijn galant. Ja, het is zeker. Wauw. Het is dat mijn galant iets beter geïsoleerd is. Ja, en klopt. Een betere autoradio heeft. Maar ik denk dat we aardig heel dicht in de buurt van de geluidskwaliteit van de galant komen. Ja. Het is al beter dan wat je had. Ja. Ik ga even de subwoofer harder zetten. En dan gaan we even kijken hoe hard de subwoofer kan. Gewoon op bas. Dat heeft niks met de speakers te maken. Ik kan de subwoofer zelf harder zetten. Wat zei je? Ik heb hem nu, met mijn nagel heb ik hem helemaal zo harder gedraaid. Okay. Normaal heb je daar een schroevendraaier voor nodig, maar ja, die hebben we even niet. Oké, dan gaan we gewoon even hetzelfde liedje luisteren, maar nu met iets meer bas. Nog meer. You believe in Jesus, these days Christians get attacked. If you don't hate police, then everybody thinks you're white. Holy shit! Oh my god! Oké, straks op die drop, jongens, moet je het even vanaf de buitenkant horen. Let op. Jesus fucking Christ, mensen! Ja, dit kan je wel zeggen dat we even de audio geüpgrade hebben. Ja. Holy shit. Dat is echt bizar. Ja, nou, hier ga ik echt met genot naar mijn werk in de ochtend met deze radio aan. Ja, dat snap ik wel, ja. Oké, dames en heren, ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken van deze video. Hopelijk zie ik jullie volgende week weer bij een gloednieuwe video. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer even hier beneden. En alsjeblieft, laat even een like achter voor de moeite. Want het is allemaal niet in één keer heel lekker gegaan, deze video. Maar goed, we zijn er. Het eindresultaat mag er zijn. En ik ben er trots op. Take it easy en tot volgende week. Doei doei!